Gezondheid en voeding deel 2, de evolutie. Op vele hoeken van onze planeet leefden mensachtigen. Door allerlei omstandigheden hebben die het echter niet gered. De oorsprong van de moderne mens vinden we eigenlijk terug in de Homo sapiens, die 200.000 jaar terug leefde als zwarte mens in Zuidoost-Afrika. De zwarte huidskleur bood namelijk bescherming tegen de zon. Bij de migratie naar het noorden kwamen ze de Homo Neandertaler tegen. Dit waren grote, sterke mensen waar de Homo sapiens niet tegen opgewassen waren. Toch zagen de Neandertalers de vrouwelijke Homo sapiens wel zitten. En uit de nakomelingen van deze twee oermensen is eigenlijk de moderne mens ontstaan. Interessant om hierbij op te merken is dat het erfelijk materiaal bij de bevruchting niet alleen in beide celkernen aanwezig is. Men kon toen nog niet vermoeden dat ook DNA in de mitochondriën aanwezig is en dat dit erfelijk materiaal alleen via de moeder wordt overgeërfd. De mitochondriën bevinden zich namelijk direct achter de celkern in de staart. Deze staart valt tijdens de bevruchting af. Het DNA in de mitochondriën gaat dus niet mee, de eicel in. De nakomeling paste zich aan de nieuwe omgeving en kreeg een lichtere huid, zodat er meer vitamine D opgenomen kon worden. Door de genetische overdracht werd het ook een andere, nieuwe mens. Je zag dat ze handiger werden in het bereiden van eten en ze waren in staat om niet alles maar rauw te hoeven eten door het voedsel anders te bereiden. Op die manier hoefden ze het voedsel niet meer de hele dag te kauwen. Zo ontstond een kortere darm en een andere kaakontwikkeling die ook geschikt werd om te spreken. Ze ontwikkelden gereedschap en konden daarmee botten en schedels openspleiten om er vet voedsel uit te halen dat rijk was aan omega-3. Bovendien gingen ze bij water wonen en op vissen jagen, die ook veel omega-3 leverden. De energie die men spaarde bij het verteren en het voedsel dat rijk was aan omega-3 zorgden mede voor de ontwikkeling van de hersenen. In rust verbruiken de hersenen zo'n 20% van de totale energiebehoefte. Dat is 1/5 deel of 500 kilocalorieën. We zien dus dat omgevingsfactoren een enorme invloed hebben op onze ontwikkeling en dat niet alleen de genetische code op het DNA de toekomst bepaalt. Het vakgebied dat de invloed van de omgevingsfactoren bestudeert zonder wijziging in de volgorde van het DNA is de epigenetica. In de 24.000 genen die we hebben zitten mogelijkheden die door de omstandigheden wel of niet geactiveerd worden. Dit wordt genexpressie genoemd. Natuurlijk liggen veel zaken vast. In elke lichaamscel vinden we het 23e chromosomenpaar dat bepaalt of je een man of een vrouw bent. De kleur van de haren, huid of ogen ligt ook vast. Maar op veel andere zaken heb je gewoon invloed. Woon je in een schone omgeving of adem je elke dag veel uitlaatgassen in? Heb je een stressvolle of relaxte baan? Zit je de hele dag of beweeg je voldoende, zodat je de brain-derived neurotrophic factor activeert, waardoor je hersencellen blijft repareren en dementie kunt voorkomen? Eet je maar alles opdat het zo lekker is? Of let je op de hoeveelheid en wat gezond is? Al deze zaken zorgen voor een vitaal leven en helpen om ontstekingsreacties af te remmen. De aanleg voor een ziekte betekent dus niet dat je de ziekte altijd krijgt. Of iemand een aandoening krijgt, is altijd van meerdere factoren afhankelijk. Het gaat om een combinatie van de erfelijke aanleg die iemand kwetsbaar maakt voor die aandoening en de leefwijze.
Ook DNA-onderzoek geeft hier geen zekerheid over. Zo ben je ook zelf verantwoordelijk om de talenten die je bij de geboorte hebt meegekregen tot ontplooiing te brengen. Als je kiest voor vullen in plaats van voeden, dan zul je de aanleg voor het sprinten of duurlopen nooit ontwikkelen. Het is maar wat je wil. In de volgende video's over gezondheid en voeding komt de waarheid echt op tafel. Dit is het einde van deze video.